Een goede avond allemaal. Je had nooit gedacht, dan zit je volop in de hyacinthenteelt en dan kom je opeens in Amsterdam terecht. Op de Green Campus. Nou, van harte welkom op deze plaats. Mijn naam is Maarten Prins, ik ben programmamanager bij de Greenpoint Duin en Bollenstreek. Fijn dat jullie hier in behoorlijke getalen zijn gekomen. Vanavond is natuurlijk het thema systeemsprong in de hyacinthenteelt. En over systeemsprong, eventjes uit mijn eigen ervaringen. Ik ben geen hyacinthenteler, maar wie van jullie heeft er hier een busrijbewijs? Ik had geen handen vol verwacht, maar er is dus helemaal geen één. Nou, dat komt goed uit, want dan zijn jullie niet, gekleurd. Ik heb zelf ooit mijn vrachtrijbewijs gehad. Ik denk dat een aantal van jullie dat wel hebben, of heeft. En dan denk je, ik ga voor mijn busrijbewijs. En ja, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Die bus die is ongeveer net zo lang. Er zit ook een stuur in. Nou, jullie kennen het verhaal wel. En toch blijkt als je dan met die bus gaat rijden dat het allemaal anders is. Het begint al met sturen. Gelukkig zit er dan een instructeur naast die zegt, nou, ik zou die bocht iets ruimer nemen. Omdat die bus natuurlijk aan de voorkant overhangt. Dus voor je het weet neem je stoepranden, lantaarnpalen en wat iets meer mee. Maar ook, de motor hoor je niet, want die zit achter in de bus. Dus normaal gesproken, ik weet niet hoe je dat in de auto doet, maar op geluid schakel je. Maar in een bus doe je dat niet. Dan kijk je naar de toerenteller. Ook niet onbelangrijk als je dan in die bus zit. Je hebt passagiers bij je. Dat is anders rijden dan met een vrachtwagen. Vrachtwagen zou ik je ook niet adviseren om heel hard te gaan remmen, een gas te geven en te gaan slingeren. Maar op zich staat die vracht vast. Maar wat jouw passagiers in die bus doen, dat weet je niet. Misschien loopt er wel net iemand naar voren als jij gas geeft of aan het remmen bent. Dus met andere woorden, wat is de kern van mijn betoog? Het lijkt hetzelfde, maar het is toch anders. Of je zou hem ook om kunnen draaien. Het is anders, maar toch hetzelfde. En ik denk dat dat wel de rode draad is vanavond als het gaat over systeemsprong hyacinthenteelt. Allerlei varianten op het bestaande. Dus het lijkt hetzelfde, maar het is toch anders. Nou, ik denk dat het de bedoeling is van elkaar om de inzichten die door de onderzoekers zijn opgedaan samen met jullie uit te gaan wisselen en vooral ook te gaan kijken, wat kunnen we dan hiermee? Hoe kan je dat toepassen? Nou, bij mij in die bus zat er een instructeur naast, maar jullie hebben hier allemaal instructeurs naast je zitten. Dus gebruik die instructeurs. Je kan het met elkaar gaan doen. Dat eventjes als korte introductie van mijn kant. Hoe ziet het programma er verder vanavond uit? In ieder geval gaat zo meteen Niek Persoon, onze gast hier vanavond vanuit de Green Campus, iets vertellen over de Green Campus, wat jullie hier doen en ook wat de link is met de food- en agri-sector. Daarna komt het Arjan met Anneke aan het woord, programma Hyacinth, jaarprogramma. Daarna krijgen we zestal presentaties, gaan over de verschillende onderzoeken. En wat ik jullie wil vragen tijdens die presentaties, als je een vraag hebt, prima, stel die, een verduidelijkende vraag. Maar laten we niet met elkaar in discussie gaan. We hebben denk ik best wel een vol programma vanavond. Om ervoor te zorgen dat we niet te veel uit de tijd lopen. Na die presentaties gaan we in groepjes uiteen. Dat zal hier zijn en straks beneden, maar dat ga ik jullie nog wel vertellen. Vooral ook om te kijken, wat kan je met die inzichten en wat kan je met die onderzoeken. En uiteindelijk het eind van de avond sluiten we af met een borrel op dezelfde plek als waar jullie binnengekomen zijn. Nou, ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. En ik ga nu het woord geven aan Niek Persoon. Dankjewel, Maarten. Wil jij dadelijk de volgende dia doen? Top. Nou, beste mensen, van harte welkom in Matrix One. Dit is een gloednieuw gebouw, zoals jullie zien. Matrix Innovation Center bouwt dit soort gebouwen. Hier zitten met name bedrijven. Maar de universiteit heeft ook een deel afgehuurd en daar mogen wij vanuit Amsterdam Green Campus ook gebruik van maken. Echt tof dat jullie er zijn. We hebben vaker van dit soort events. En wij doen ook heel veel met telers. Ik heb ook een paar bekenden gezien. En ik ga jullie uitleggen hoe dat zit. Want Amsterdam Green Campus, wij zijn een netwerkorganisatie. We zijn oorspronkelijk een stichting van de Universiteit van Amsterdam. Maar we hebben een bestuur en daar zitten kennispartners. En dat is Vonk, dat is Juverta, Hogeschool in Holland, de Eres Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. En samen zetten wij events neer. We zorgen ook dat we POP3's, EVRO's, TKI's, REACT-EU's, allerlei verschillende projectruimte creëren, zodat we met elkaar ook gave dingen kunnen doen. En we doen dat dan met name ook voor de Greenports.
Mag ik de volgende? Want als je zou zeggen, wat zijn we dan eigenlijk? We zijn een katalysator voor samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en ondernemers. En talent om die transitie naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen. En dat doen we aan de hand van de SDG's. En wie zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners? Dat zijn de Greenports. Dat zijn de overheden, de provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland, de stad Amsterdam. En als we het hebben over de Greenports, dan werken we het meeste samen op dit moment met de Greenport Noord-Holland-Noord en de Greenport Aalsmeer. En we weten ook Flevoland goed te vinden. Volgende sheet alsjeblieft. Nou, dit zijn 5 kolommen, dat kan je niet lezen, maar ik wilde eigenlijk aangeven dat we hebben eigenlijk 5 thema's waarbinnen we actief zijn. Gaan we naar de volgende als je wil. Dit is het team, hartstikke klein. Die oude, dat ben ik. Dan hebben we Atusa, 25 jaar. En Roos, halverwege 40. En we hebben dus gelukkig ook een verjonging in ons team. We hebben maar 3 leden, maar we weten met elkaar toch aardig wat projecten neer te zetten. En uiteindelijk is het een virtuele organisatie, met al die partijen ook. Goeiedag. Vanuit natuurlijk de kennisinstelling waar we het over hebben. Ga gerust zitten. De volgende sheet alsjeblieft. Ik laat even heel kort 3 verschillende smaken zien. Dit is het project dat heet Beam Me Up. Misschien kennen jullie de Veldboon. Welkom. Natuurlijk mag je aansluiten. Ga gerust zitten. Ga gerust zitten. Welkom. Dit is het project Beam Me Up. En wat doen we in het project Beam Me Up? Daarin zijn we met telers, met name in dit geval CRV, Agrotheek en andere telers, zijn we bezig om die hele business case rond te krijgen om vanuit een korte keten veldbonen, Faba, Fitia Faba, om die geteeld te krijgen. Niet alleen omdat het een goede groenbemester is, maar juist ook voor het eindproduct natuurlijk de veldboon op zichzelf. En hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Door ook ervoor te zorgen dat er perspectief is in de markt. Dus we creëren ook veel voedselmiddelen waarin de faba-bean wordt benut. Maar uiteindelijk is zeker het teeltverhaal heel erg belangrijk. Dit is trouwens in Wieringermeer. Daar zitten onze proefvelden van Fertify. Volgende sheet. Hele andere smaak, maar er zit misschien iets meer in de richting van jullie POP 3. Is dat we vanuit het Centrum voor Biotoetsen, maar ook een POP 3 Next Level Sierteelt, biotoetsen ontwikkelen voor ornamental breeders. Om ervoor te zorgen dat we natuurlijk in staat zijn om net die chrysanten eruit te halen die veel beter bestand zijn tegen trips of tegen botrytis of fusarium, noem het maar op. Dus we merken dat dat ook heel goed gaat. We kunnen echt mooi samenwerken met een hoop partijen. En je ziet dan wel vaak dat er toch een paar partijen in zitten die net even wat meer voorloper zijn en ook de anderen helpen om die ontwikkelingen gaande te maken. En dan de laatste sheet. Dat, ja, dit is ook wel, ja, vind ik een heel leuk project. Dit gaat over waste valorization. Je ziet daar zo Dirk Kramer, directeur van Kramer Zuurkool. Dat is onze grootste zuurkoolproducent in Nederland in Zuid-Scharwoude. En die schept daar zo materiaal uit een bak bij VZ. Dat is eigenlijk het groentenrestafval van een dag produceren bij VZ. Want als we bij Albert Heijn zakjes kopen met broccoli erin, dan zijn de snijrestanten in zo'n bak. Maar zo'n emmer bevat eigenlijk bloemkool, paprika, noem het maar op. En ik noem dat homogene feedstock. Daar kan je iets moois mee. Als je dat verder versnijdt en je voegt daar een inoculum, een micro-organisme aan toe, bijvoorbeeld een melkziebacterie, en je laat het een dag fermenteren, dan krijg je daar een poeder uit wat verrijkt is met vitamine B12. En dat kan je weer stoppen in burgers en in soepen en in sauzen. En zo weet je dus eigenlijk een reststroom vanuit voedsel op te waarderen tot een nieuw ingrediënt voor voedsel. Nou, het zijn 3 smaken die ik heb laten zien, even 3 projecten. Dit is even heel kort mijn introductie. Ik vind het enorm fijn dat jullie er zijn. En om het programma niet ook langer te laten verlengen, ga ik gelijk weer de microfoon doorgeven aan Maarten. Dankjewel, Niek. Ik ben hier een keer eerder geweest en hele mooie projecten hier voorbij zien komen. Ook denk ik dankzij jouw bevlogenheid. Volgens mij ben je hier ook de rest van de avond, Niek. Dus als mensen zeggen, ik heb interesse, ik wil wat, ik heb hier vragen over, schiet hem gerust aan tijdens de discussie of later tijdens de borrel. Gebruik die kans. Dat is een mooie gelegenheid, denk ik. Dan wil ik nu het woord geven aan Arjan Ogenvorst namens de productgroep Hyacinth. Voor de jaaroverleg. Ja, ik ga ook mooi aan deze kant staan. Hoef jullie niet in de zon te turen. Nou, welkom allemaal op de jaarvergadering van de productgroep Hyacinth. Eindelijk weer sinds 2019.
En vorig jaar hadden we een nieuwsbrief en we zijn blij dat we nu weer een vergadering kunnen organiseren. En we hopen hem nu ook wel weer elk jaar te kunnen organiseren. En dit jaar in samenwerking met Vitale Teelt. Nou, dus echt een hyacint onderwerp. Ja, we hebben roerige jaren achter de rug als sector. En er staan ons nog voldoende uitdagingen te wachten. Terugkijkend hierop, op het afgelopen bolletseizoen was de voorverkoop goed gelopen, maar in de zomer was de handel hier en daar niet zo goed. De snijhyacinten hebben goed gelopen afgelopen winter. De pottenbroei daarentegen is vanaf het begin moeilijk geweest en het einde is gewoon slecht te noemen. Waarschijnlijk heeft de pottenbroei gezien de markt meer last van de inflatie en afnemende koopkracht. Mede daardoor is de bollenhandel erg stroef, maar hopelijk geeft de krimp van het areaal voldoende lucht in de markt. Ook zien we verschraling van het sortiment, dat baart ons ook wel enigszins zorgen. Wat betreft de kwaliteit, voor snot en virus betreft, zijn we druk bezig om de huidige regels beter te kunnen handhaven en een betere controle in te bouwen. Om zeg maar controleren van het aantal stuks werkbollen, hoeveel holbollen dat uiteindelijk geeft. Daarnaast kijken we ook naar de normering van bijvoorbeeld IKEA, of dat strenger moet. En of PCO-snot ook een standaard onderdeel van de werkbollentoets zou moeten gaan uitmaken. Het is niet moeilijk om de keuringseisen strenger te maken, maar we moeten wel de verhouding tussen de kwaliteit van de teelt en de continuïteit van de teelt en de bedrijven tegen elkaar afwegen. Daarnaast is gewasbescherming ook een punt van aandacht. Er vallen steeds middelen af. Gelukkig komen er ook wel weer enkele bij, onder andere via de KUG. Daarnaast zijn we als productgroep ook bezig met het Stichting Bloembollenonderzoek, het SBO, de programmaraad zeg maar, waar we nu sinds 2 jaar met z'n allen geld aan afdragen. Onder andere is daar onderzoek uitgekomen naar virusvrije bloembollen. Daarnaast hebben we ook nog onderzoek naar biologische bestrijding van penicillium en roet. En bollencoaster, wat ook alweer een link heeft met de vitale teelt. De teelt van de hyacint in slurven, wat wellicht voor sommige uitdagingen een oplossing zou kunnen zijn. En misschien ook wel voor andere bolgewassen. En we bekijken op wat voor manier we eventueel een vervolg kunnen geven aan de vitale teelt. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd bij mij of een van de andere bestuursleden terecht. Naast mijzelf zijn dat Alex van Haaster, Bas van der Slot, Ferdinand van Haaster, Joost Pennings, Jos Smakman, Marco van Dam, Paul Duineveld en Tim de Jong. De bestuursleden kun je ook terugvinden in de KVB-app. Met in ieder geval een e-mailadres en vaak ook een telefoonnummer. Voldoende uitdagingen voor nu en de toekomst. Maar ik wil het wel positief zien. We hebben met z'n allen een prachtig product dat nu weer in bloei staat en massa's mensen trekt. Ik hoop dat we dat positieve met z'n allen vast kunnen houden en ervoor gaan met z'n allen. Dit was mijn verhaal, dan geef ik het woord nu aan Annette. Ja. Ja, dankjewel Arjan. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Annette Peters, beleidsmedewerker bij de BKD. En namens de BKD neem ik deel aan de bestuursvergaderingen van de productgroep Hyacint. En op basis van de partijregistratie van de BKD ga ik in vogelvlucht wat vertellen over de ontwikkelingen in de hyacintenteelt. Wat resultaten van de keuringen en nog wat beleidszaken die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Allereerst de ontwikkelingen in de hyacintenteelt. Hier ziet u drie figuren. Links van u de ontwikkelingen in het aantal partijen. In de middelste is de ontwikkeling van het areaal. En rechts de aantal bedrijven. U ziet dat het areaal is afgenomen. Het areaal schommelde de afgelopen jaren tussen de 12 en de 1300 hectare. Maar dit jaar is het met 100 hectare gedaald. En voor het eerst onder de 1200 hectare gekomen. Een daling zien we ook bij het aantal bedrijven. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Dat is overigens ook een beeld wat we zien bij andere gewassen.
In 2017 nog 115 bedrijven die hyacinten teelden. En dit jaar is het 88 bedrijven. Volgende. Zelfde ontwikkeling bij de werkbollenteelt. Alleen gaat daar het aantal bedrijven wat werkbollen teelt sneller naar beneden dan de daling van het totaal aantal bedrijven met hyacinten teelt. Eerder was nog 2/3 van de bedrijven die teelden ook werkbollen. Inmiddels is dat gedaald naar de helft van het aantal bedrijven. Nou vindt er ook wel wat schaalvergroting plaats, maar de schaalvergroting die lost eigenlijk niet de daling op. We zien echt wel een daling van het aandeel werkbollen ten opzichte van het totaal areaal. Volgende alsjeblieft. Dan even de keuringsresultaten. Dit is een verdeling van de klassering van de hyacint met de certificaten. Links is de verdeling van uitgedrukt in percentage van het totaal aantal partijen. En daarnaast in percentage van de totale omvang. De lichtgroene balk is de klasse standaard. De percentages van partijen en areaal verschilt, maar de tendens is hetzelfde. En dat is dat het aandeel klasse standaard toeneemt. Zaten we eerst nog op de helft van het areaal dat klasse standaard had. En nu zitten we op 60%. En dat komt omdat telers gewoon minder klasse 1 keuringen aanvragen. Dus het is niet zo dat er wel klasse 1 keuring wordt aangevraagd, maar dat de partijen niet voldoen. Het wordt gewoon al bij het begin niet aangevraagd bij de keuring. Even voor duidelijkheid, het lichtblauwe is klasse 1 en donkerblauwe is klasse selectie. Nou, je kan de vraag stellen, is dat erg dat er zoveel partijen standaard zijn? Nou ja, zolang er niet zoveel vraag is naar klasse 1 partijen en standaard voldoende wordt verkocht, is dat misschien niet erg. Maar als de markt verandert en meer vraag komt naar klasse 1, weten we misschien niet of we wel daaraan kunnen voldoen. Dan de werkbollentoets op IKEA. Er wordt al een aantal jaren getoetst op de IKEA. Eerder werd die toets uitgevoerd door de NAC. Daar werden 200 bollen getoetst in porties van 4x50 bollen. In 2021 is de toets overgegaan naar de BKD. Daar hebben wij het toetsprotocol aangepast, die meer in lijn is met hoe we dat doen bij de BKD. En er is een wijziging gekomen van een groei van 200 bollen naar 240 bollen in porties van 10x24 bollen. Nou, doordat we meer bollen toetsen en meer submonsters, hebben we een betrouwbaardere toets dan toen die bij de NAC gebeurde. Met die wijziging van het toetsprotocol hebben we ook norm aangepast van 0,57 naar 1%. Nou, dat lijkt een verruiming, maar dat heeft puur te maken met dat het toetsprotocol is gewijzigd. En er zit een hele statistische berekening achter, waar ik u niet mee zal vermoeien. Maar in feite komt het erop neer dat die 1% bij het nieuwe protocol hetzelfde is als die 0,57 bij het oude protocol. Dan de resultaten. We zien daar een stijging eigenlijk van het percentage IKEA. Eerder was het het beeld dat 2021 ook wel een goed jaar voor IKEA was, laat ik het zo maar zeggen. Maar toch ook afgelopen jaar is een hoog percentage gekomen. De gele balk en de rode balk, dat zijn de monsters die niet voldoen aan de norm. Dus daar zien we een stijging in. En eigenlijk een daling van de partijen of de monsters die vrij zijn van IKEA. Dus al met al niet echt een positief beeld. De volgende, dank u. Dan PCO. Arjan die stipt het al even aan. PCO, daar is geen norm voor, maar ik laat hem toch even zien. Een aantal jaren geleden waren er geluiden in de praktijk dat in werkbollen die vrij waren gevonden van IKEA, dat daar toch snot in voorkwam. En in opdracht van het Hyacintefonds en in samenwerking met de WUR hebben we werkbollen onderzocht op het Pectobacterium. Een bacterie dat ook snot veroorzaakt. Iets wat ze in de aardappelen al zagen. Eerder was de toets uitgevoerd door een aardappelhandelshuis. Later heeft de BKD zelf ook de toets ontwikkeld en in gebruik genomen.
En die resultaten ziet u hier. De resultaten van het onderzoek wat in 2018 en 2019 is uitgevoerd, waren eigenlijk zodanig dat we zeiden van nou, daar gaan we mee verder. De resultaten van 2021 was een behoorlijk percentage van de monsters is een besmetting gevonden op PCO. Maar afgelopen jaar, verbazend genoeg, eigenlijk bijna niks. Eigenlijk maar één partij die positief is gevonden voor PCO. Nou, de resultaten van met name 2021 zijn toch wel zodanig dat we zeggen, ja, moeten we hier iets mee? We kunnen ons wel helemaal concentreren op Dikea met snot, maar als we daar vervolgens PCO nog overhouden, wat ook snot veroorzaakt, ja, ben je misschien nog niet helemaal goed bezig. Maar dat is dan een discussie die we verder gaan voeren in het bestuur van de productgroep. De volgende. Oh, ik vergeet nog één ding voor de keuringsresultaten. Daar heb ik geen sheet van. Hier is het mozaïekvirus, daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Wij keuren eigenlijk maar heel weinig af op hier is het mozaïekvirus. En dat komt omdat partijen leverbaar, dat die alleen maar worden afgekeurd bij de zware aangetaste planten. En met een afkeuring bedoel ik dus dat die niet voldoet aan klasse 1 of klasse standaard. In feite zien we wel bij driekwart van de partijen in meer of mindere mate hyacinthe mozaïekvirus. En voor de werkbollen hebben we een norm van 0% en een uitgangspercentage van maximaal 3%. En ja, ik hoef u denk ik niet te vertellen dat het een uitdaging is om een goede werkbollen te telen. Want daarvoor zitten we denk ik ook hier met elkaar. Dan als laatste even de beleidszaken, een aantal punten. BKD-bestuur heeft eerder al besloten dat het aandeel partijen wat als diverse partij wordt geregistreerd, dat moet verminderen. Dit jaar is er een maximum van 25 aren per partij, per cultivar, dat als een partij diverse mag worden geregistreerd. Verbetering registratiejaargangen, wat bedoel ik daarmee? Bij de registratie van de teelt moet de teeltsoort worden opgegeven. En met teeltsoort bedoel ik gehold, gesneden, eenjarig, tweejarig. En we zien dat er vrij veel fouten worden gemaakt. Nou, wat we willen doen is daarbij een stukje ondersteuning. Dat bij de registratie een beperking is van de keuze van de teeltsoort. En dat betekent bijvoorbeeld dat als u een partij dit jaar heeft opgegeven als een eenjarige, dat volgend jaar niet opnieuw als eenjarige kan worden geregistreerd. Want dat is, nou ja, niet logisch. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Een andere, dat stipte Arjan al even aan. Ik zei in de presentatie dat Dikea, dat ja, toch een toename is. En we hebben uitgebreid gediscussieerd van wat moet je daar nou mee? Ga je de norm aanscherpen? Of als je kijkt naar wat de keuring betreft, wat kan je doen? De norm aanscherpen, maar je kan ook kijken van voldoen we nu wel goed genoeg aan de regels die we samen hebben afgesproken. En we hebben afgesproken dat we ons eerst daarop gaan richten. Van, worden alle werkbollen nu wel goed getoetst? Hebben we dat wel in het snotje, zou ik bijna zeggen. Dan iets van heel andere orde. Mag ik de volgende? Het gaat over de layout van het certificaat. Ook de BKD wordt gecontroleerd. En wij hebben vorig jaar een audit gehad op de regels van het plantenpaspoort. Of wij daar wel goed genoeg mee omgingen. En wij moesten een verbetering doorvoeren. En dat hebben we opgelost door het plantenpaspoort voortaan af te drukken op het certificaat. Op het partijcertificaat. Dus dat gaat u bij de eerstkomende certificaat gaat u dat zien. Verder hoeft u daar niets mee. U blijft gewoon op de verpakkingseenheid de plantenpaspoort aanbrengen zoals u dat altijd deed. Mag de volgende? Ja. Dan het laatste waar ik mee af wil sluiten is even aandacht vragen voor Lena. Lena, dat is een online softwareprogramma voor het aanmaken van digitale leveringsnota's. Steeds meer landen die eisen dat er digitaal certificaten worden verstrekt of exportcertificaten. Ook vanuit de handel is er een grote oproep om digitaal leveringsnota's aan te leveren, omdat er gewoon te veel fouten worden gemaakt met de kans dat de zendingen vast komen te staan. Nou, niet elk bedrijf heeft de beschikking over eigen software om dat te maken. En daarom is een laagdrempelig softwareprogramma ontwikkeld wat online beschikbaar is. Het is gratis.
Dus ik zou zeggen van kijk eens op levennota.nl om te kijken voor degenen die nog zelf geen eigen software hebben of ze dat kunnen gebruiken. Daarbij wilde ik het laten. En dan gaan we nu naar Piet van der Poel over voor de Pop 3 Vitale Teelt. Een inleidend betoog van jouw kant, Piet. Ja, dankjewel Maarten. Ik denk dat het na de aftrap die Arjan gegeven heeft over productgroep hier Sint, het voor mij een eer is dat ik hier mag staan. Want een aantal jaar geleden werd net al aangehaald wat de problemen allemaal in de hyacinteteelt zijn. En toen hebben we met een grote groep vooraanstaande kwekers, maar ook met de onderzoeksmensen gezegd van we moeten kijken of we hier een oplossing voor kunnen vinden. Dus project Vitale Teelt opgestart. Nou, daar zitten we hier ook mee. Heel veel mensen kennen dit project ook al, want we hebben behoorlijk aan de weg getimmerd de laatste jaren. En ik heb toen bij de aftrap ook al gezegd, wij gaan, houd er rekening mee, wij gaan niet in die 3 jaar tijd dat we dat project draaien een kant-en-klare oplossing neerleggen voor jullie. Dat hadden we natuurlijk uiteraard allemaal graag gewild. Maar ik moet zeggen dat de samenwerking tussen telers en onderzoekers wel een hele goede geweest is. En waarom? Omdat de telers gewoon heel praktisch zijn en tegen de onderzoekers durven zeggen, dit gaat niet werken zo. Hier komen we er zo niet uit. En andersom ook. En ik denk ook, omdat die telers meegewerkt hebben de afgelopen periode, dat we ook met z'n allen iets in de sector teweeggebracht hebben. En dat is denk ik ook sowieso al iets waar we heel erg blij mee kunnen zijn. We hebben net al de problemen, zijn al aangekaart door de productgroepvoorzitter. Ik wil het niet erger maken als dat het is. Maar willen we naar de toekomst toe die Sinterteelt in de benen houden, dan moeten we, om het maar even simpel bij het project te blijven, een systeemsprong maken. Nou, met die systeemsprong hebben we daar een stapje gemaakt. Er zijn ook weer vragen bijgekomen. Maar ik denk dat we in deeloplossingen moeten gaan zoeken. We gaan straks een aantal presentaties zien van de resultaten van het project. Daar ga ik niet op vooruit lopen, want dat wil ik niet. Maar ik wil vooral de sector oproepen om er goed naar te kijken, om eruit te halen wat past binnen je bedrijf en te kijken of we met z'n allen een klein stukje van die oplossing kunnen vinden. En naar de toekomst toe komt dat dan misschien samen bij elkaar en dat we dan toch naar een vitale teelt kunnen zijn. Dat kan weefselkweek zijn, maar dat kan ook gezonder uitgangsmateriaal zijn. Dat kan telen onder led zijn. Alles kan langskomen. Ik wil ook vanaf deze kant wel, want ik sta hier nu met de eer te strijken. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik mag dat woordje doen. Maar wij zijn penvoerder als Mark Glory. En ik wil eigenlijk ook de organisatie Hobeho danken. Want de financiële administratie die heel door Hobeho gedaan wordt, maar ook de kennis en de kunde die Arjan onder andere ingebracht heeft en Arno, die mag je ook zeker niet uitvlakken. En ik wil ook Barry vanaf deze plaats bedanken, die vanaf het begin af aan hard getrokken heeft aan dit project. En het project is in principe afgelopen, maar we hadden nog wat geld over. We hebben dat bij de provincie kunnen regelen dat we nog een jaar door konden. Dus bij de firma Apeldoorn gaan we nog op beperkte schaal dit jaar een aantal proeven uitvoeren. En Barry is wel weg bij de WUR, maar wij zijn o zo blij dat ze als ZZP'er dit project met ons af wil maken. Samen begonnen, samen einde. Ik wil in ieder geval ook even een applaus voor Barry, want ik denk dat ze dat wel verdient. Dan wil ik de microfoon weer teruggeven aan Maarten, dat hij de presentaties verder aan kan kondigen. Dank. Dankjewel Piet voor deze bevlogen woorden. Zo ken ik je ook en mooi om dat te zien. En ik wil graag het woord geven aan Arka, die ons mee gaat nemen in de inzichten over de afgelopen jaren. Oké, dankjewel. Misschien een vreemd gezicht voor de meeste van jullie. Ik ben Arka Kromwijk, ik ben onderzoeker sierteeltgewassen in Bleiswijk. Dus ik hou me voornamelijk bezig met snijbloemen, potplanten die geteeld worden onder glas. Wouter Groenink, mijn collega, heeft een aantal jaren hyacintonderzoek voor jullie gedaan en ook de proeven gedaan op dit gebied. Maar helaas is hij vertrokken bij de WUR en mij is gevraagd om zijn werk nu even over te nemen totdat er weer nieuwe collega's zijn. Dus ik heb alle onderzoeksrapporten die Wouter gemaakt heeft doorgespit en met name gekeken naar de resultaten die het laatste teeltjaar geboekt zijn. Die laat ik wil ik hier presenteren en de revue laten passeren.
Nou, voor jullie waarschijnlijk bekend plaatje, de traditionele telt van hyacinth. Zijn jullie waarschijnlijk veel meer bekend mee dan ik. Dus je begint met pluis, plantgoed, leverbaar. En vanuit die leverbaar ga je ofwel de bloeiende hyacinth op pot, ofwel er worden weer gebruikt als werkbollen en op die manier weer nieuw plantgoed gemaakt. Deze manier van werken heeft het risico als je een keer iets oploopt van ziektes, van virus, van snot, wat ik net ook uitgebreid aan bod geweest is. Dan gaat dat mee met die werkbol en komt dat dus weer in je uitgangsmateriaal. En op deze manier blijft het dus in je cyclus zitten. Nou, het project is eigenlijk gestart om dat op een andere manier te gaan doen. Dus om een eenrichtingssysteem te ontwikkelen. Om te beginnen met schoon materiaal uit weefselkweek. Dus weefselkweekvermeerdering om de bollen weer helemaal ziektevrij te maken. Dan een cyclus in te voeren waarbij je helemaal onder glas, dus eigenlijk onder omstandigheden waarbij je de bollen ziektevrij kunt houden. Om daar de vermeerdering te doen. Dus vanuit plantgoed, werkbol en weer nieuwe bolletjes te maken. En pas in de laatste fase naar buiten te gaan. En dan heb je eigenlijk, waarmee je naar buiten gaat, hele schone bollen. Dus dat was de gedachte achter het hele project zoals het gestart is. Nou, dit project bestaat uit verschillende projectonderdelen. Als eerste de weefselkweekvermeerdering. Daar wordt later door Michiel uitgebreid op ingegaan. Het tweede onderdeel is de opkweek in kisten, in een cel, in een kas of buiten. Dit zijn, voor dit onderdeel zijn een aantal proeven uitgevoerd in Bleiswijk. Maar ook door een aantal telers. Een aantal telers die ook in het project zitten hebben een aantal proeven hiervoor gedaan. Die resultaten zal ik zo laten zien. Nou, wat al even aangegeven was, dat het inderdaad een hele nauwe samenwerking is tussen telers en onderzoekers, waardoor we elkaar kunnen versterken. En later in de avond zal er ook nog ingegaan worden op een economische analyse. En onderdeel is ook het milieueffectenanalyse. Van wat levert het nou aan winst op milieugebied? En met name, hoeveel kunnen we terug in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Nou, in het onderzoek zijn eigenlijk drie onderdelen die aan bod komen. Dus ik heb de proeven geprobeerd te groeperen in deze groepen. Dus de opkweek van weefselkweekmateriaal zal eerst aan bod komen. Dan de vermeerderingsteelt en daarna de doorteelt van plantgoed. Nou, het eerste sheet, deze resultaten zijn van opkweek uit weefselkweek in de kas. Dat is door een stagiaire, die heeft daar echt diepgaand is erop ingedoken van nou, hoe groeien die weefselkweekplantjes nou in de kas. Dus eerst begonnen met 3 weken afharden. Daarna heb je eigenlijk een teeltfase van 12 weken waarbij het blad mooi donkergroen blijft. Dus volop staat te groeien en volop assimilaten aan het aanmaken is. Dan week 13, 14, dan begin je eigenlijk de eerste verschijnselen te komen van dat het versgewicht begint te dalen. Dus de plant begint eigenlijk het blad leeg te trekken. En in week 15 was ongeveer 50% van het blad afgestorven. En op dat moment begon ook de bladvergeling. Op dat moment is er een tussenmeting gedaan. En toen was het bolgewicht ongeveer 8 keer toegenomen ten opzichte van het begin. Wat heel opmerkelijk was en wat mij opviel in de resultaten. In week 17 hebben ze gezien dat nog 20% van de planten nog steeds groen was. En die 20% van die planten hebben ze laten staan, hebben doorgeteeld. En die zijn in week 23 gemeten. En als je die in week 23 meet, dan is dat bolgewicht circa 13 keer toegenomen. Dus als we het voor elkaar zouden kunnen krijgen om niet alleen die 20%, maar gewoon alle bollen groen te kunnen houden tot week 23 en door te kunnen laten groeien, dan kunnen we dus eigenlijk nog een heel stuk winst in die bolgroei realiseren. Dus dat is misschien iets om over na te denken. Nou, wat er ook gedaan is, is gekeken van hoe kunnen we fotosynthese meten bij de jonge weefselkweekplantjes.
Een normale fotosynthese meting, dan wordt er een bladkamer op een blad gezet en wordt fotosynthese gemeten. Maar de weefselkweekblaadjes van hyacint, die zijn zo dun, dat lukt niet. Daar kun je geen bladkamer op zetten. Dus samen met onze lichtspecialist Kees Weerheim is er een nieuwe manier ontwikkeld om fotosynthese te meten van de weefselkweekplantjes. Dat wordt gedaan met een camera en de beelden, daar zie je eigenlijk twee foto's van de beelden die je dan krijgt. Je ziet dan inderdaad de gele bladeren die zeg maar functioneren goed, zijn volop actief voor de fotosynthese. En de rode bladeren, die zie je dat die achterblijven in fotosynthese. Dus op die manier kun je een indirecte meting doen van de fotosynthese, want je meet eigenlijk de fluorescentie van het blad, van het licht wat niet benut wordt. Nou, er is op 3 weken achter elkaar is de fotosynthese gemeten. En je ziet eigenlijk dat het niveau niet terugloopt. En dat is wel opvallend als je het vergelijkt met andere bolgewassen. Want in het project Systeemsprong Bloembollen, daar was eigenlijk bij tulp gezien dat op een gegeven moment de fotosynthese terug begint te lopen. Maar hier bij hyacint zie je dat eigenlijk niet. Dus die fotosynthese blijft hoog. En dat komt ook overeen met die toename in dat bolgewicht, wat we net in de vorige sheet nog zagen. Ja. Nou, er zijn ook nog een aantal andere proeven gedaan met het weefselkweekmateriaal. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de plantdichtheid op de kisten. Er is uitgegaan van standaard 96 plantjes per kist, maar er is ook gekeken naar 2 of 3 keer zoveel. Nou, als je kijkt naar 2 keer zoveel, dan is het gemiddelde bolgewicht eigenlijk gelijk nog aan de standaard van 96 plantjes per kist. Dus dat betekent eigenlijk dat je gewoon de plantdichtheid kunt verdubbelen en nog dezelfde opbrengst hebt. Dus het bespaart eigenlijk de helft van je teeltoppervlak. Dus op die manier kun je een stuk efficiënter telen in de kas. Verder is er ook nog gekeken van hoe kun je die groei nog op een andere manier stimuleren. En in 2021 is gezien dat het, zeg maar, het verplanten van de bollen tussentijds, dus als je in pluggen teelt en je verplant ze ondertussen tijdens de teelt een keer, dat je dan meer groei krijgt. Dus dat is nog een keer herhaald. En afgelopen jaar is er opnieuw een positief effect gezien bij 1 cultivar, maar bij de 2e cultivar niet. En in het rapport wordt wel gezegd dat vermoed wordt dat dat met het klimaat te maken heeft. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar je ziet wel, daar zie je het plaatje rechtsonder. Dus bij Delft Blue zie je geen verschil in de 4 manieren. En bij, ik ben even de naam kwijt, die weten jullie waarschijnlijk veel beter. Pink Pearl, ja. Daar zie je dus, zeg maar, de controle. Het eerste balk is niet verplant. Dan is er na 6 en 9 weken verplant, dan zie je duidelijk meer groei. Dus dan heeft dat verplanten een positief effect. Maar als je dat verplanten te laat doet, als je het pas na 12 weken doet, dan heb je dat positieve effect niet. Dus het is na 6 en 9 weken heeft het een positief effect. De ervaring is wel, als je in pluggen teelt, dan moet de watergift vraagt wel wat meer aandacht. Omdat je natuurlijk een kleiner volume heeft, moet je wel zorgen dat je watergift goed op orde is als je daarmee gaat werken. Nou, verder zijn er ook proeven gedaan op praktijklocaties met opkweek van weefselkweek zonder daglicht. Dus onder LED-belichting in een gesloten ruimte zonder daglicht. Er is een proef gedaan bij het testcentrum Siergewassen. Er is in kisten geteeld, ook met 100 plantjes per kist. En dat is onder de verschillende spectra en onder verschillende lichtintensiteiten geteeld. En dat is vergeleken met kratten die buiten in een gaastunnel gezet zijn. Nou, in de gaastunnel buiten is er een bolgewicht van 1,2 gram per bol gerealiseerd. Maar in de cel, met die verschillende lichtintensiteiten en lichtspectra, daar hebben ze een gewicht gerealiseerd van 2,5 tot 3,5 gram per bol. Dus in 1 seizoen kom je dan wel, maak je meteen wel een grotere bol. Er zijn verschillende lichtintensiteiten en spectra getest. Maar je ziet eigenlijk een goed resultaat al met die 280 micromol belichting. Waar ook een aantal behandelingen met hoger lichtniveau. Maar die hadden in deze proef kwam daar niet echt een duidelijke meerwaarde naar voren.
Verder zijn er ook proeven gedaan bij Theo Apeldoorn en Kees van Haaster. Er zijn, is ook geteeld in kisten in een cel met LED-belichting. En daar zijn behandelingen uitgevoerd met verschillende substraten en afdeklagen. En die komen verderop in de presentatie nog even terug. Nou, er is ook een vergelijking gedaan van plantgoed. Het is dus een plantgoed van gelijke grootte genomen, dus allebei maat 5. En maar opgekweekt uit weeselkweek en opgekweekt uit holbollen. Om te kijken of de groei dan verschillend is. Nou, bij die, als je dat vergelijkt met weefselkweek, dan zie je dat die bij de weefselkweek iets minder bolgroei gerealiseerd is dan bij de holbollen. En waarschijnlijk komt dat doordat de planten wat later opkomen. Dus dan missen ze een stukje groei eigenlijk in het begin. En ook omdat er één blad minder gemaakt is. Dus als je een blad minder hebt, heb je minder lichtonderschepping en kunnen er ook minder assimilaten aangemaakt worden. Wat verder ook geconstateerd is, dat er bij de weefselkweek minder bloemen waren. Bij Pink Pearl, bij Delft's Blue, was er geen verschil. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de weefselkweek in ontwikkeling een beetje achterloopt. Dus ondanks dat het dezelfde bolmaat was, lijkt de ontwikkeling iets achter te lopen dan bij de holbollen. Ja. Nou, er is ook een proef gedaan met vermeerderingsbollen. Zijn vergelijking gemaakt van normale holbollen met kleine holbollen en snijbollen. Bij de snijbollen wordt er diep ingesneden vanuit de bolbodem. En er is gezien dat je dan eigenlijk, dat is de rode lijn, je krijgt dan minder jonge bolletjes, maar die bolletjes zijn wel groter. Dus op die manier kun je sneller een grotere bol maken. Dus dat bespaart eigenlijk een teeltseizoen na de vermeerdering, omdat je al veel sneller een stap kunt maken naar grotere bollen. Verder is gekeken naar kleine holbollen, dus kun je inderdaad al met kleinere bollen gaan holbollen. Dus dat is maat 10-12 bollen, zijn gehold en zijn met 15 per kist gezet. En dan zie je dat de opbrengst bijna gelijk is aan de grote holbollen, met 12 per kist, dan zie je per kist eigenlijk de opbrengst nagenoeg gelijk is. Dus dat, daarmee kun je eigenlijk al heel snel, vanuit de weefselkweek, kun je sneller holbollen gaan maken. En dat kun je op die manier een teeltseizoen mee besparen. Ja. Nou, dan kom ik op de proeven die in de praktijk gedaan zijn met holbollen en plantgoed. Er zijn diverse proeven gedaan. Er is met holbollen proeven gedaan in de cel met LED-belichting bij Theo Apeldoorn. En buiten op kisten bij André Pennings. Ook proeven met plantgoed in de cel met LED-belichting bij Kees van Haaster. En buiten op de kisten bij Rob van Haaster. En er zijn diverse behandelingen uitgevoerd. Dus ik laat hier alle resultaten zien, maar waarschijnlijk zitten jullie ook gewoon in de zaal en hebben jullie zelf de proevenresultaten ook gezien. Ik heb de behandelingen gegroepeerd op thema. Dus dit zijn eigenlijk de behandelingen gericht op een duurzamer substraat. Dus dit is gestart met onderzoek in een mengsel van kokos met veen. Nou, het gebruik van veen dat staat onder druk. Eigenlijk willen we in de toekomst naar een substraat zonder veen. Er is een vergelijking gemaakt tussen kokosveensubstraat of een kokoscompostsubstraat. Dus er is gekeken naar alternatieve substraten zonder veen. Nou, de proef met holbollen in de cel, daar was het gewas met het alternatieve substraat wat korter. Maar de bolopbrengst was gelijk tot zelfs ietsje beter. De proef met plantgoed in de cel bij Kees van Haaster, daar zat ook was het gewas wat korter, maar daar heeft het kortere gewas wel geleid tot het wat lagere opbrengst. Dus als je een korter gewas hebt, als dat betekent dat je minder lichtonderschepping heeft, dan kan dat de plant minder assimilaten aanmaken en daardoor kan de opbrengst wat achterblijven. Daar stond wel een kanttekening bij dat het substraat eigenlijk houtvezel zou moeten bevatten, maar dat er uiteindelijk niet in bleek te zitten.
De holbollen op kisten, daar was het gewas ook wat korter en was de opbrengst dus ook iets lager. Nou, ik heb zelf afgelopen winter een proef gedaan met een vergelijking van normaal substraat en een veenvrij substraat bij potplanten. En wat we daar gezien hebben is als je een substraat hebt zonder veen, dat minder vocht vast kan houden en dat je dus eigenlijk ook je watergeefstrategie moet aanpassen. Dus je moet vaker water geven en je moet vaker gewoon terugkomen met water geven. En het kan zijn, als je dat niet doet, dat je door het watertekort eigenlijk wat groeiremming krijgt. Het gewas wat compacter blijft en daardoor die achterstand in groei oploopt. Dus in principe die substraten zonder veen, dat kan eigenlijk prima. Maar het betekent soms wel dat je je watergeefstrategie moet aanpassen. Verder zijn er ook een aantal behandelingen gedaan met een afdeklaag. Een afdeklaag om de verdamping te verminderen. Of een afdeklaag om ook de sciara-larven te verminderen. Dus de varenrouwmuggen. Nou, er is gekeken naar een laag containermulch. Bij holbollen was dat positief. Daar stond bij dat die laag, die afdeklaag ervoor maakt dat aan het eind van de teelt het substraat langer nat blijft. Dus dat daardoor die bollen wat langer doorgroeien en dat mogelijk een verklaring is van de betere groei. Bij de weefselkweek is wel gezien dat die afdeklaag ook een negatief effect kan geven. Als die afdeklaag te dik is, betekent dat die weefselkweekplantjes later boven de grond komen en dat je daardoor een groeiachterstand op kan lopen. Verder is gekeken naar een laagje zand op de kisten buiten om de uitdroging te beperken. En dat gaf geen effect op de totale opbrengst, dus ook geen meerwaarde. Maar dat kan ook zijn omdat er geen extremen waren in het klimaat. Verder zijn er een aantal behandelingen gedaan met toevoegingen van biostimulanten. En dat, ja, overal gezien had dat ofwel een positief effect ofwel geen effect. Dus lalstop toegevoegd bij de holbollen. Dat had een positief effect, een grotere bolmaat en een hoger totaal gewicht. De Rhizovital die had geen duidelijk effect. En de Trianum gaf in één geval geen effect, maar in het andere geval wel een positief effect op de bolgroei. En met de kanttekening dat er zijn nergens ziektes gezien, dus ook in de controle zijn er geen ziektes gezien. Dus als het product een werking zou hebben ter voorkoming van ziektes, als er geen ziektes zijn, dan heb je ook geen effect. Dus dat kan een verklaring zijn waarom je inderdaad soms geen effect ziet. Ja. Nou, dan overal even overige ervaringen, vragen die ik tegengekomen ben als ik het hele rapport met al het onderzoek doorneem. De vochthuishouding van het substraat is erg belangrijk. Daarom worden ook, zeg maar, we zijn nu net bezig met een proef bij TU Apeldoorn. Daar hebben we nu vochtsensoren in de bakken gezet om te kijken of dat een hulpmiddel kan zijn om de vochtigheid van het substraat te monitoren. Nou, in de cel, een voordeel is dat je in de cel of de kas je plantmateriaal schoner kan houden, dat je plagen en je virussen beter buiten de deur kunt houden. En is ook ervaring dat je gewoon met natuurlijke vijanden kunt inzetten tegen de plagen. En die op die manier kan gebruiken voor het beheersen van de plagen. Nou, wat ik ook wel meekreeg van Barry en van Wouter, is dat tot dusver er nog niet zoveel meerwaarde gecreëerd is als bij lelie of kalla. Want je zoekt natuurlijk eigenlijk naar, ja, bij een duurder teeltsysteem om ook een meerwaarde te creëren, om de extra kosten terug te verdienen. Dat is hier nog beperkt gelukt. Dus je wilt eigenlijk daar nog meer stappen in maken. Dus het is nog even zoeken van, zouden we inderdaad op een andere manier nog meer meerwaarde kunnen realiseren? Kunnen we dat afsterven van dat gewas uitstellen, waardoor het langer doorgroeit? Dus wat we met die 20% planten gezien hebben. Kunnen we op die manier het groeiseizoen verlengen? Of een andere optie kan zijn, kunnen we meer cycli per jaar gaan doen? Dat we op die manier een snellere groei en vermeerdering kunnen realiseren. Okay.
Nou, wat Barry mij ook meegaf, het project is nu afgelopen, is eind vorig jaar afgesloten, maar tijdens de looptijd van het project zijn er eigenlijk al volop ontwikkelingen in gang gezet. Er is in de praktijk meer vraag naar weefselkweekmateriaal. Verder horen we ook geluiden dat de telers al aan het nadenken zijn van hoe het teelsysteem veranderd kan worden. Dus we hebben nu een aantal stappen onderzoek gedaan, maar er zijn natuurlijk ook andere varianten op te bedenken. En een van die varianten waar bijvoorbeeld nu mee geëxperimenteerd wordt, is met holbollen buiten ondergaas. Nou, een toekomstvisie van hoe komt het er dan uit te zien? De keten komt er anders uit te zien. Hoe het precies eruit zal komen te zien, dat is nog een ontwikkeling. We hopen dat we met het onderzoek een aantal puzzelstukjes hebben kunnen bijdragen die jullie kunnen gebruiken om die ontwikkeling verder uit te werken. Het kan er inderdaad aan toe gaan dat je een specialisatie van bedrijven krijgt. Dus dat je de opkweek van weefselkweek door aparte bedrijven gedaan worden dan van de teeltbedrijven. Of dat de vermeerdering apart gedaan wordt. Je zal toegaan naar een beschermde teelt. Dat betekent wel dat die teelt dan minder grondgebonden is. Dus het kan ook gewoon in andere regio's in Nederland zou het opgepakt kunnen worden. Verder het toetsen op ziekte. Dat blijft nog wel een ding om aandacht aan te besteden. Dus dat is het uiteindelijke doel van het project om schoon uitgangsmateriaal te produceren. Dus dan blijft het ook wel belangrijk om te toetsen of het nog steeds schoon is. En de prijs van plantgoed. Dat door de duurdere teeltmethode kan dat natuurlijk omhoog gaan. Maar aan de andere kant krijg je natuurlijk ook wel beter plantgoed. Dus als dat dan meer waarde oplevert in je teelt, doordat de knollen schoner zijn, minder snel ziek worden, dan hoop ik dat je op die manier een deel van de extra kosten weer terug kan verdienen. Nou, dan tot slot even eigenlijk wat al eerder genoemd werd. Het project is afgesloten, maar er was nog budget over. Dus op dit moment wordt er nog een proef uitgevoerd bij Theo in de cel met LED-belichting. Daar staat plantgoed en holbollen die al eerder in het project opgekweekt zijn uit weefselkweekmateriaal. Dat plantgoed en holbollen is in twee gedeeltes verdeeld. Een gedeelte wordt water gegeven met eb-vloed. En het andere gedeelte met druppelaars. En er staan ook 24 kratten met weefselkweekmateriaal, waar nog een aantal extra behandelingen in aangelegd zijn. Dus we kijken naar de verschillen in substraathoogte. Dus 8 of 16 centimeter substraathoogte. Verschillende manieren waarbij de teelt gestart is. Dus echt met heel nat substraat of juist een wat droger substraat. Waarbij je met het droge substraat eerder begint met water geven. En er zit een verschil in plantdiepte, dus diep en ondiep planten. Dus dat is wat op dit moment nog uitgevoerd wordt bij Theo Apeldoorn. Dus dat was het wat mij betreft. Dankjewel Arka voor jouw presentatie. Knap. Want het is niet jouw eigen onderzoek geweest. Ik heb tot slot toch nog even een korte vraag voor jou. Want je komt ook uit andere gewassen. We zijn hier begonnen met deze reis naar een ander teeltsysteem. Jij kent dat ook denk ik wel vanuit andere gewassen. Dat is een hele subjectieve vraag die ik je nu ga stellen. Maar als je zegt schaal 0, alles zal hetzelfde blijven. En 10, we hebben een totaal ander teeltsysteem in de Hyacinth. Waar staan we dan tussen 0 en 10? Wat is jouw gevoel of jouw inschatting daarbij? Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat het best al wel stappen gemaakt zijn al inderdaad. En dat ik ook zie dat er in de praktijk gewoon al telers mee bezig zijn om zelf kistenteelt te doen, om teelt onder LED-belichting te doen. Denk ik dat je toch al over de helft bent. Dat je toch al in die 3 jaar al heel veel stappen gemaakt hebt. Ja. Voorzitter, optimist. Ja, zeker. Ja. Nou, leuk om te horen, dankjewel. Ik wil graag Marcel Rapos naar voren om op de portemonnee in te gaan. Want zo noem ik dat dan eventjes als het over economische aspecten gaat. Marcel, het woord is aan jou. En ik pak even het Excel-model erbij, want dat wilde je volgens mij. Ja. Nou, dankjewel. Mijn naam is Marcel Rapers, zoals net aangekondigd. Fijn dat ik hier mag komen spreken.
denk heel veel mensen van jullie kennen mij nog niet. Praat ik zo goed? Onderzoeken bij Wageningen UA Glastuinbouw en bloembollen. Sinds een jaar of drie weet ik dus ook iets van bloembollen af. Maar mijn route zit er toch meer in het bouwen van modellen en vooral over de economie van wat er allemaal bij komt kijken. En als het gaat over de economie, dat zijn eigenlijk een beetje de vervelende onderzoekers in onderzoeksgebied, want die zeggen altijd, het kan niet uit. Een jaar of 50 jaar geleden, toen zeiden ze ook, belichting in een glastuinbouw, dat kan niet uit. Nou, moet je nou eens kijken. En ik heb dus een model gebouwd voor de vitale hyacinthenteelt, om te kijken van, wat kost het en wat wordt uiteindelijk de meerkosten van deze vitale teelt? Want het kost meer. Maar je kan ook aangeven waarom het meer kost. En je kan ook zien van waar moet je het meest op letten om die kosten zoveel mogelijk te beperken en uiteindelijk toch niet al te dure hyacinthen over te houden. Nou, hier staat hij dan. Ik zal er eventjes. Deze even wat verkleinen. Wat meer beeld. Ja. Nee, precies. Dit staatje staat bijvoorbeeld van kost het een standaard teelt. Wat zijn de kosten bij een standaard teelt per hectare? En dit is de kosten bij een beschermde teelt per hectare. En moet ik even iets kleiner maken, want anders kan ik het. Is het nog leesbaar zo? En dit zijn de oorsprongen van wat is nu eigenlijk het verschil tussen een beschermde teelt en een standaard teelt. Als ik kijk van wat zijn de voordelen van als ik een aantal pluis per holbol heb van 30 in een beschermde teelt en 28 in een niet beschermde teelt. Daar ben ik dan vanuit gegaan, maar als ik bijvoorbeeld zeg van nou bij een beschermde teelt kan ik wel, zoals Arke zei, je kunt wel bijna verdubbelen, de productie verdubbelen. Dan rolt er een hele andere prijs uit. Dan zijn de meerkosten van een beschermde teelt nog maar 12% meer ten opzichte van een standaard teelt. En als je dan ook kijkt naar waar zijn die kosten uit opgebouwd. De kosten van de kas. Die zijn. Even kijken, zie ik dat goed? Ja, de kosten van de kas die zijn twee keer zo duur bij een beschermde teelt dan een open teelt die standaard is. En als ik dan naar beneden ga, waar is het uit opgebouwd? Dat zijn hoofdzakelijk de kosten van de belichting die erbij komt kijken. Belichtingsinstallatie. En even kijken, ik zal even kijken wat Arka net noemde. 280 micromol. Ik ben mij uitgegaan van 100 micromol. Als ik hier 280 micromol van maak en moet 1200 uren belichten, dan worden die kosten een stuk hoger. En als ik dan niet doorga, zijn de meerkosten is 30% meer dan wat het was. Dus kijk, dit is een soort hulpmiddel van als je met wat je erin stopt, dat komt er weer uit. Dus als je er rommel in stopt, komt er ook rommel uit. Maar het hangt heel erg af van heel veel factoren van of een teelt nu rendabel is, ja of nee. Je kunt hiermee spelen. Dit model is vrij beschikbaar. Maar ik denk dat het ook wel handig is van als je ermee gaat spelen, dat je eventjes contact met me opneemt van hoe het ongeveer werkt. Maar dan ben ik bereid om er wat uitleg over te geven. Ik denk dat het te ver voert om in deze 5 of 10 minuten helemaal erop in te gaan. Dat is een bijzonder ingewikkeld groeimodel zit er nog achter. Maar hier komt het ongeveer op neer. Ik denk dat het hier maar bij laat, want het is...
Ik heb maar 10 minuten. Ja, precies. Dankjewel, Marcel. Even de vraag aan jou. Hoeveel telers hebben hier inmiddels al meegewerkt of dit getest toen jij dit aan het ontwikkelen was? Dit is door 3 of 4 telers is het bekeken in ieder geval becommentariseerd of ze ermee hebben gewerkt. Als je ermee werkt, als je het becommentarieert, dan werk je er ook mee. Maar nou, ja, het is natuurlijk voorbeelden van die nog niet in de werkelijkheid dan niet bestaan. Dus het is meer een beeld van, nou, oké, dit zijn de kosten. En ja, als je er nog veel meer kosten insteekt, dan wordt het wel heel erg duur. Ja. Je hebt eigenlijk een mooi raamwerk gecreëerd wat bij al die onderzoeken wat je ernaast kan houden om te zien wat de effecten uiteindelijk economisch gaan zijn. En ook het aanbod in ieder geval aan jullie om het model verder te valideren. En jij staat open voor vragen en feedback. Dus bedankt voor dit aanbod. Dankjewel Marcel. Pas op voor de snoeren. Nog maar een keertje. Ik zie Barry haar vinger opsteken. Dat zou je wel niet voor niets doen. Ik wil even wat zeggen. Al het onderzoek, ook dit model en alles wat vanavond besproken wordt, dat is terug te vinden, bruikbaar, op de site www.vitaleteelt.nl en dan onder het projectpagina van Vitale Teelt Hyacinth. Dus daar staat dit model ook, daar kan je het van downloaden en dan kan je er zelf mee gaan stoeien. Dat is eigenlijk het idee van dit model, om het gewoon zelf een beetje te gaan gebruiken en ziet en dat je zelf kan zien van wat voor effect bepaalde keuzes zijn. Dankjewel voor deze toevoeging, Barry. Jij ook bedankt, Marcel. En dan gaan we door naar Paul van Leeuwen. Hij zit hier vooraan. Dankjewel, Paul. Ja, pak je presentatie. Ja, ik mag u meenemen in een stukje toetsing wat we gedaan hebben binnen dit project. Het is al een paar keer gememoreerd. Schoon starten om uiteindelijk met schoon uitgangsmaat of schoon materiaal te eindigen. Vandaar de toetsen op hyacinten, bacteriën en virus. Een aantal punten komen aan de orde. De aanleiding waarop, wat voor resultaten, conclusies en mogelijke discussie, aanbeveling daarover. Nou, die schoon en ziektevrij starten. En dat hebben we in dit project gedaan door enerzijds weefselkweek of materiaal te toetsen voordat het de buis inging. Telen onder beschermde omstandigheden, dus niet per definitie alleen in de kas, maar ook in cellen. En tijdens het project is ook bladmateriaal getoetst in de cel, in de kas of eventueel ook buiten als het buiten stond. Die toetsen, toch even een kleine opmerking daarover. ELISA-toetsen, serologische toetsen zijn dat. Een plaatje van een virus met een DNA-RNA-streng in het midden en eiwitten eromheen. Nou, bij een ELISA-toets, serologisch, die werkt op de eiwitmantel. Het is een wat minder gevoelige toets die goedkoper is, in bijna alle gevallen. En die je heel goed kan gebruiken om een percentage vast te stellen. Percentage ziek in een partij. Daarnaast heb je de PCR-toetsen. Dat doe je dus op het RNA-DNA. Die zijn duurder, maar die zijn wel veel gevoeliger. En die gebruik je meestal voor uitgangsmateriaal, maar ook dat hoeft niet altijd. Die kan je ook op andere manieren gebruiken. Nou, wat kan je optoetsen? Hier is het mozaïekvirus, een potivirus door luizen overgedragen. Maar er is geen specifieke toets voor. Dus wil je daarop toetsen, hier is het mozaïekvirus, dan moet je met een potivirus. Toets, een generieke toets over potivirussen. En die is zowel beschikbaar als ELISA als PCR-toets. Dan hebben we nog het ratelvirus, de volgende. Overgebracht door trichodoride aaltjes. ELISA is dan voor hyacinten niet beschikbaar, want de ELISA-toets die er is voor ratelvirus, die pakt alleen goed het serotype wat in tulpen voorkomt. Dus wil je ratel in hyacinta goed betrouwbaar aantonen, moet je met een PCR-toets aan de gang. Het volgende virus, dat is Augustaziek, olijvenmild mozaïek of tabaksnecrosevirus. Ook daarvoor geldt de ELISA-toets die er is op tabaksnecrosevirus, die werkt niet bij hyacint.
Dus ook daarvoor moet je met een PCR-toets aan de gang gaan. In dit geval een specifieke op olijvenmild mozaïekvirus. Dan hebben we de bacteriën, geelziekbacterie. Daar is alleen een PCR-toets beschikbaar. Maar die is op dit ogenblik wordt die alleen nog maar handmatig gedaan bij WUR. De BKD die gaat hem wel opnemen in het programma. Daar gaat aan gewerkt worden. Maar die is dus alleen nog in incidentele gevallen bruikbaar. En daar kun je dus niet partijen grootschalig op toetsen. En dan het vandaag al eerder genoemde Dikaia agressieve snot en het nieuwe snot. PCO zal ik hem maar afkorten. Daar zijn ook alleen maar PCR-toetsen beschikbaar. En daar kan dus wel grootschalig getoetst worden. Niet alleen voor identificatie van is mijn bol, heeft hij last van Dikaia of het nieuwe snot. Maar je kan ook grootschalig partijen toetsen. Dus bijvoorbeeld voor werkbollen of andere partijen om te kijken welk percentage ziek je hebt. Nou, waarin hebben we getoetst binnen dit project? Bij het inzet in weefselkweek. Dat is in 2020 en 2021 heeft dat plaatsgevonden. Voor dat project zijn bollen op pot, hyacinthe, eenpitters genomen van partijen die er goed uitzagen. Daar heeft Iribof, daar zal Michiel straks op ingaan, materiaal van afgehaald om in te zetten in weefselkweek. Wij hebben daarna die bollen getoetst om te kijken welke virusvrij waren. En ook op bacteriën hebben we ze getoetst. Nou, er staat bij OMMV, die was op dat moment nog niet beschikbaar. En ook de PCO-toets. Zo zie je hoe de ontwikkeling van de toets ook doorgaat in de loop der tijd. En jaarlijks hebben we ook alle partijen die in het project hebben gedraaid in de verschillende kassen en cellen getoetst. En dat was dus niet alleen weefselkweek, maar ook gewoon de standaardpartijen die meededen, plantgoed, holbollen, alles hebben meegenomen. En dat was dus zuiver om het percentage vast te stellen van hoe is het eigenlijk met die partijen gesteld en zie je eventueel verschillen in de loop der tijd. Nou, de resultaten, het materiaal voor weefselkweek, wat er dus, die bolletjes op pot die aangeleverd waren in een jong stadium, die zagen er op dat moment visueel goed uit. Nou, de Pink Pearl, daar waren twee plantjes besmet met hyacinthe mozaïek en Delft Blauw 20 van de 30, ondanks dat ze er goed uitzagen. En alleen in de Pink Pearl hebben we het eerste jaar wat Dikaia in aangetroffen, geelziek verder niet. En het zijn alleen de virusvrije bollen die dan op een gegeven moment gebruikt zijn om te gaan vermeerderen verder. Het jaar erop, nou, ondanks dat de partijen er goed uitzagen, zie je hier toch dat ongeveer de helft van de bollen virusziek waren. Nou ja, en daarna zijn ze ook getoetst op Dikaia. Hebben we uiteraard alleen de bollen gedaan die vrij waren van virus om toetskosten uiteraard te besparen. Nou, daar kwamen een enkele Dikaia in tegen, dus dat viel op zich niet tegen. Volgende. Nou, ik zei al, we hebben alle partijen in de verschillende jaren getoetst. Wat je hier ziet in de verschillende kleurtjes, dat zijn de verschillende partijen in de verschillende jaren. En onderaan staan de verschillende partijen. Cultivar 1 was Dallas Blauwe, Cultivar 2 Pink Pearl. En aan de rechterkant staan nog een paar andere cultivars die meegedraaid hebben. En wat je hier vooral ziet, is dat een aantal lijntjes mooi kort zijn met weinig virus. Maar je ziet ook een aantal balken die zeer lang zijn, tot boven de 80% virusziek. Dat over de standaardpartijen. Nou, dat weefselkweekmateriaal, twee cultivars, het eerste jaar in de kas. Ze waren inderdaad goed virusvrij, want we hebben geen virus in aangetroffen. Maar die partijen van het eerste jaar die nog doorgeteeld zijn, daar zagen we het tweede jaar 6,5% in de Pink Pearl waren dat. En de verklaring daarvoor is dat ze in het eerste jaar hebben al die proeven bij elkaar in de kas gestaan. En die hebben dus in de kas gestaan waar ook die partij met 80% ziek in zat. Dus ja, in dat jaar in de kas, hoewel we daar geen specifieke luizen hebben gezien, we hebben er wel naar gekeken, gemonitord, zie je toch dat in één jaar tijd, als je teelt met niet alleen virusvrij materiaal bij elkaar, maar ook ander materiaal erbij,
dat je weer snel virus kan oplopen. Hygiëneprotocol is al even genoemd. Nou ja, hier staat een klein stukje daarvan. We hebben Alp Groot samen met André Konijn hebben een protocol opgesteld. Wat dus ook te downloaden is op dezelfde site die Barry net noemde. Waarin in feite stapsgewijs is aangegeven van, ja, hoe zou je met partijen om moeten gaan? Hoe zou je werkwijze moeten zijn als je ziektevrij zou willen telen? Conclusies. Het toetsen voor inzetten van weefselkweek werkt. Ja, ik bedoel, zo simpel is het. Als je materiaal toetst voordat je het inzet, dan heb je ziektevrije uitgangsmateriaal. Maar ook de conclusie dat na 1 jaar telen in een kas samen met besmet materiaal, dat je wel degelijk alweer een besmetting kan oplopen. En gedurende het gehele project hebben we eigenlijk geen bacteriebesmettingen gezien. Daar zijn we vrij van gebleven. Kan ik natuurlijk wel de opmerking bij maken dat binnen dit project, het is kleinschalig, een heleboel gebeurt handmatig. Dus ja, je bent niet met machinale verwerking en oogsten bezig. Wat natuurlijk voor met name bacteriën wel een goede manier is om bacteriën te verspreiden. Dus door de manier van werken voorkom je in dit geval ook bacterie-infectie. Nou, de teeltmateriaal, nou, daar hebben jullie net zelf gezien, een enorme variatie in percentage virus, variërend van partijen, standaardpartijen met 0%, tot partijen met meer dan 80% virus. Virus wat toch vaak slecht te zien is. Nou ja, dat gaf Annette al eerder aan vanavond, dat er vooral visueel gekeurd wordt. En er worden vooral de slechte planten eruit gehaald, want als je er goed naar gaat kijken, dan zie je op zich natuurlijk toch veel meer virus erin zitten. Die partijen waar een hoop virus in zit, is natuurlijk wel een besmettingsbron voor die partijen die virusvrij zijn. Nou ja, en ook hier hebben we verder geen bacterieziektes in de kassen of in de cellen gezien. Nou, laatste puntje wat ik wil aanroeren, misschien komen we daar later nog op. Toetsen van uitgangsmateriaal dat zinvol is. Schoon starten en schoon houden. Ja, als alles schoon is, dan is de kans op herinfectie natuurlijk ook minimaal. Als je geen virus hebt in een bepaalde fase, dan hoef je daar dus ook geen tijd aan te besteden om te gaan ziek zoeken. En de bacterie, ja, het is al eerder genoemd vandaag. Nu worden alleen werkbollen geteeld. En in feite pak je een partij dan maar eens in de 3-4 jaar. Want ja, je controleert ze of je toetst ze. Je teelt ze een jaar, je gaat ze hollen en vervolgens ga je door totdat je weer werkbollen hebt en die toets je dan weer. Ik denk, wil je meer grip krijgen op dikeien, agressief snot, eventueel PCO. En dat geldt dus ja, wellicht niet als je het voor jezelf houdt, Rob, maar vooral ook de dingen die naar andere bedrijven gaan, die de droogverkoop ingaan. Ik denk dat het goed is om meer dan 1 keer in zo'n hele teeltcyclus te toetsen om in de gaten te houden hoe goed je partij is, wat je onder de leden hebt. En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Gezien de tijd, als er nog 1 verduidelijkende vraag is, kan je hem stellen aan Paul en anders doen we die later bij de discussie. Is er iemand die een vraag heeft voor Paul? Nou, dan is het duidelijk, dank je. En ook net als Barry, ook hier een veteraan. Mensen kunnen het niet loslaten, het onderzoek. Hoor. Dus complimenten daarvoor. En dan gaan we nu naar Michiel. Enkele aspecten van weefselkweek in Hyacinth. Dankjewel. Mijn naam is Michiel van Bennekom. Ik ben hier samen met mijn collega Wim Gutter. Ik zit hier vooraan. Wij werken voor Iribof. En ik wil je vanavond meenemen in wat Iribof doet als bedrijf en wat voor rol wij gespeeld hebben binnen dit project. Even kort een overzicht. Ik probeer het zo compact mogelijk te houden, want de tijd schiet lekker op. Even kort introduceren wie jij als Iribof zijn, wat voor diensten wij aanbieden, wat weefselkweek is voor de mensen die dat niet weten en wat wij daar met Hyacinth voor gedaan hebben. Even een kort vergelijk tussen wat weefselkweek Hyacinth kan doen ten opzichte van de verholbollen. Even wat projectresultaten, specifiek voor weefselkweek dan.
en kort de samenvatting. Iribof is een familiebedrijf. Het klinkt vrij Oost-Europees, maar het is eigenlijk Iris Vreeling boven Kaspel. Opgericht in 1992. Wij zijn een onafhankelijk laboratorium. Dat wil zeggen dat wij geen eigen handel en geen eigen vredeling hebben. Alles een opdracht van derden. Dienstverlening voor vredeling en vermiddelingsbedrijven. Met een brede basis in diverse technieken en laboratoriumdiensten. Dat mogen we doen voor meer dan 500 klanten wereldwijd. En wij doen dat met meer dan 600 medewerkers op 3 locaties. Ja, wat doen wij als bedrijf? Verreweg het meeste tijd en werk zit in productie van weeskweekplanten. We maken meer dan 50 miljoen planten op jaarbasis. Van meer dan 350 verschillende gewassen. Maar daarnaast doen wij allerlei andere diensten die we aanbieden. Veel op vredingsgebied. Moet je denken aan inspecifieke kruisingen, het redden van embryo's daarvan. Het verdubbelen van chromosomen, waardoor bijvoorbeeld bloemen groter worden. Of planten sterker worden, steviger worden. We kunnen mutaties aanbrengen, zodat je bijvoorbeeld verandering in plantvorm of in bloemkleur krijgt. We kunnen werken met dubbele haploïden, het verkrijgen van plantjes uit stuifmeelkorrels, die dan kunnen leiden tot voorspelbare nakomelingen. En we kunnen chromosomen tellen om bijvoorbeeld te kijken, zijn planten verwant aan elkaar, kan je bijvoorbeeld daar kruising mee maken. Nou, daarnaast hebben wij een analyselab. Dat houdt zich bezig, bijvoorbeeld het BQ doet of NAC-tuinbouw, met het analyse van plantgezondheid. Wij doen het via PCR. Kunnen we kijken wat voor virussen in planten aanwezig zijn. En als daar virussen aanwezig zijn, kunnen we die ook verwijderen. Daarnaast kijken we naar de plantgezondheid en naar de zaadgezondheid. Dat doen we door middel van flowcytometrie. Dan kan je bepalen of planten gezond zijn of bepaalde ploïdieniveau hebben. En zo kijken we ook bijvoorbeeld naar pollengezondheid, pollenvitaliteit. Zijn pollen bruikbaar om te kruisen? En waar we ook mee bezig zijn is merkeranalyse. Het kijken of bepaalde eigenschappen in planten aanwezig zijn. Die dan als voordeel, voordeel kan gebruiken in je kruisingsprogramma. En tot slot hebben wij een grote kasfaciliteit. We hebben ruim 3 hectare aan kassen. Die gebruiken we vooral voor het afharden van weeskweekmateriaal. Iets wat we in-huis geproduceerd hebben voor klanten die zelf niet faciliteit helemaal af te harden. En daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in Vitatrons, dus de indoor farms, om zonder daglicht en onder gecontroleerde omstandigheden plantmateriaal op te kweken. En die kunnen we ook gebruiken voor de doorteelt. Nou, wat is dan weeskweek? Voor mensen die dat niet weten, weeskweek wordt ook wel in vitro cultuur genoemd. En in vitro is eigenlijk in glas. Vroeger werd het allemaal in glas gaande plantjes geteeld. Tegenwoordig is dat eigenlijk vooral plastic. Wat doen wij? Wij vermeerderen plantenonderdelen, stekjes of bollen of wortels, wat je wil, op een kunstmatige voedingsbodem. Dat is eigenlijk een gel waarin voedingsstoffen zitten met een klein beetje hormoon om te sturen. Bijvoorbeeld om scheutjes te krijgen of om wortels te krijgen. En dat doen wij in geconditioneerde cellen. Daar zie je hier een foto van. Licht. Intensiteit, lichtkleuren, temperatuur zijn in te stellen. Waardoor je een optimale omstandigheid kan creëren voor je plantjes om zo goed mogelijk te groeien. Nou, dan specifiek voor hyacint. Paul gaf het al aan. Die ben ik vergeten, maar dank Paul voor jouw opmerking erover. Je begint natuurlijk met toetsen van materiaal. Voordat je het materiaal in weeskweek gaat brengen. Ik ga eens uitleggen hoe dat werkt. Maar na weeskweek brengen heb je de vermeerdering, worteling en bolgroeifase voordat het materiaal al dan niet gekoeld teruggeleverd kan worden aan de eigenaar van het materiaal. Nou, hoe begint de weeskweek van hyacint? Ik heb een tekening van internet gehaald, met dank aan Jasper Druiten. Je krijgt een bol aangeleverd die beoordeeld is op soort echtheid. Daar pakken wij de bloemstel van en daar maak je kleine koepers van. En die breng je vervolgens op een voedingsmedium. Dat zie je helemaal rechts. En daar, een klein stukje terug nog. Rechts zie je dat stukje weefsel zitten, dat groene nog. En daar zie je dus bolletjes op ontstaan. Eigenlijk hetzelfde wat je met holbollen ook ziet. We maken gebruik van de kracht van de plant zelf. Holbollen doen het op eigen kracht. En wij doen het met een klein beetje hulp, zodat je daar
bolletjes op verkrijgt. Nou, die bolletjes kan je doorvermeerderen, dat zie je hier. Je ziet allemaal verklistering van bolletjes waar grote bollen, maar ook diverse kleine bolletjes tussen zitten. Ook hier zie je al wortelvorming optreden. En dit kan je, zeg maar elke 8 weken kan je dit proces herhalen. Nou, uiteindelijk heb je een x-aantal bolletjes gemaakt, nagelang de wens van de klant. En die gaan volgens op een ander medium, waar de scheutjes die gemaakt zijn, de kleine bolletjes die gemaakt worden, getracht worden tot dikke bollen te kweken. Met een worteltje eraan, die dan klaar zijn voor het zij koelen of het zij direct rechtstreeks terugleveren aan de klant die ze dan zelf kan koelen. Ja, is dit wezenlijk week dan zo heel spannend? Het ziet er allemaal heel geavanceerd uit in een klimaatcel met verlichting. Maar als je het vergelijkt met holbollen is eigenlijk het systeem hetzelfde. Je hebt hier het stukje groene bladweefsel waar bolletjes op gekweekt worden. En met holbollen zijn dat het bolonderdeel waar je bolletjes op kweekt. Waar zit dan het verschil in? Wat Paul aangaf, een stuk gezondheid. Dus als je uitgaat van getoetst planmateriaal, heb je geen ziektedruk. Wat helpt in de groeisnelheid. Daarnaast hebben wij geen seizoensinvloeden. Je kan elke 8 weken kan je eigenlijk je bollen hollen of in ons geval versnijden. En dat leidt bij elkaar tot een snelle vermeerdering. Als je dit voorbeeld neemt, je zou in 2016 beginnen met een nieuw ras. En je zou dat via wezenkweek vermeerderen, kan je in een heel korte tijd naar grote aantallen groeien. Zou je dat via holbollen doen met de uitdaging die we daarin hebben, heb je daar een langere tijd voor nodig. En natuurlijk is dit even een voorbeeldje, maar zo zie je voor heel veel gewassen dat je een wezenkweek vrij snel kan opschalen in een gecontroleerde omstandigheid. Nou, specifiek het project dat we dan gedaan hebben, onze bijdrage eraan. Uiteraard is dat het verzorgen van gezond uitgangsmateriaal, maar ook een stuk feedback van onze klanten, van de sector. Wat kunnen wij verbeteren in ons proces? Nou, de conclusie is dat hier zijn het goed te vermeerderen is via wezenkweek. We zien wel dat geproduceerde bolletjes verschillen in bolgrootte. Daar zouden we meer uniformiteit willen aanbrengen. En dat gaf Arco ook aan al, bolletjes lijken niet allemaal hetzelfde te doen. Waarom sterven sommige bolletjes eerder af? Waarom zijn sommige bolletjes die langer doorgroeien? Onze aanname intern is dat we de bolletjes fysiologisch gezien niet allemaal in hetzelfde stadium zitten. Dus wij doen natuurlijk iets geks, elke 8 weken een nieuw teeltseizoen eigenlijk forceren en bolletjes laten maken. Wellicht dat daar in de fysiologie van de bolletjes, de synchronisatie van de bolletjes, iets niet helemaal synchroon loopt. En dit is een onderdeel van een lopend onderzoek binnen Iribof. Niet alleen voor hierzin, maar bollenbreed om het zo te zeggen. En wat Ark ook al aangeeft, we zien in de doorgroei ook verschillende groeivormen. Veelal zijn het enkele blaadjes, maar we hebben ook al gezien met 2 of met 3 blaadjes. En ook daar is de vraag van, ja, heeft dat effect op de bolgroei? Heeft dat effect op de groeisnelheid? Wellicht dat die 20% wel uit 2 blaadjes bestaat, waar 3 blaadjes bestaat. Ook dat zijn dingen waar we nog naar kijken, waar we van kunnen leren om ons proces in wezenkweek verder af te stemmen op de vervolgteelt. Een andere interessante is, vanuit wezenkweek wordt er veel geroepen dat er toch variatie optreedt in de nakomelingen. Ik heb hier een foto gevonden van een blauwe hyacint. Maar dan zie je als je goed kijkt tussen links en rechts wel degelijk verschil tussen de bloemen zitten. En vanuitgaande dat dit hetzelfde ras is, zie je dit soort dingen wel optreden. Ja, ligt het aan de wezenkweek dan? Dat zou kunnen. Maar bij een analyse in veldpartijen, bestaande uit holbollen, zien we eigenlijk dezelfde verschijnselen optreden. Dus ook daar wordt variatie in deze vorm in gevonden. Wij doen op dit moment onderzoek, kunnen we dat op een bepaalde manier begrijpen. En als we het kunnen begrijpen, kunnen we het daarmee ook controleren. Maar de aanname nu is dat het eigenlijk in het gewas hier zin zit, die variatie. En bij sommige cultivars meer en bij andere wat minder. Goed, samenvatting van het project wat wij als resultaat hebben. Het is een snelle methode om van 1 bol naar veel bollen op te schalen. En als je start met getoetst materiaal, kan je bolletjes produceren die vrij zijn van ziekte. Variatie wat optreedt via wezenkweek
is wel iets wat aandacht behoeft, maar dat komt overeen eigenlijk wat je in conventioneel vermeerderde partijen ook vindt. En wij denken dat je nog een stap kan maken op het moment dat je het planmateriaal fysiologisch in hetzelfde stadium kan krijgen. Dat je daar weer een uniforme groei krijgt in de doorteelt. En uiteindelijk ook modeltechnisch tot homogenere of uniforme resultaten kan komen. Kort wat wij gedaan hebben binnen het project. Ook fijn, de plaatjes erbij, dat werkt altijd goed om de verschillen te laten zien. Dus dank voor de moeite die je genomen hebt. Gezien de tijd... Precies, dankjewel. Dit is ook ervaring uit de praktijk. Dan wil ik het bruggetje gaan maken naar hoe gaan we verder naar deze POP 3. En dan kijk ik Erik Poot aan. Kun je ons daar wat over gaan vertellen? Want de trein is gaan rijden, er zijn inzichten, maar de trein is nog niet bij zijn eindstation. En wat kan WUR daarin betekenen? En jij? En zoals vandaag ook in het nieuws, kan ook in Nederland een trein ontsporen. Dus in die metafoor, als ik hem even doortrek. We waren dus van plan om een vervolgproject te gaan doen. We hadden de naam gegeven The Missing Link. En dat bestond, we zijn er ongeveer een klein jaar geleden mee begonnen om dat te formuleren, dat project. Dat bestond dus voor een deel uit de vervolg op het Hyacinthe verhaal wat we vandaag gehoord hebben. En voor een deel op het Lely verhaal, wat zeg maar parallel aan dit project loopt. Het zag er goed uit. De topsector heeft het projectvoorstel ergens eind vorig jaar goedgekeurd. En wij hadden voor dat is de zogenaamd publiek-privaat samenwerkingsproject, een PPS. En in de topsector is het nodig dat je voor PPS'en voor 50% financiering van de overheid moet je er 50% financiering vanuit het bedrijfsleven tegenaan zetten. En verderweg het grootste gedeelte van het bedrijfsleven geld hadden we aangevraagd bij de verbindingsverklaring voor de bloembollensector, dus de Stichting Bloembollenonderzoek. En dat is, zoals jullie ongetwijfeld weten, het afgelopen jaar is dat ingeregeld hoe dat allemaal qua besluitvorming is gegaan. En helaas, het goede nieuws was dat de Hyacinthe productgroep positief adviseerde over de vitale missing link, vitale teelt Hyacinth. Het slechte nieuws was dat de leliekwekers daar negatief over hadden besloten. Dus toen hadden we een probleem, want dat was echt fors geld. Dus we zijn nog in gesprek gegaan met de leliekwekers om te kijken van joh, kunnen wij nou het verhaal beter passend maken bij wat jullie willen. Nou, Paul Ruigrok zit ook in de zaal volgens mij. Ik zie hem dan. Oh ja, daar zit die Paul. En ik zijn wezen praten. Goed gesprek geweest. Wij dachten ook echt wel te weten welke kant het op zou moeten gaan. Dus het projectvoorstel aangepast. Maar helaas besloot de productgroep Lely wederom om het niet goed te keuren. Toen zijn we naar de topsector gegaan, de zaak uitgelegd. Die hebben gezegd van nou, wat ons betreft kun je het splitsen. Dus dan maak je alleen een project voor Hyacinth. En dan hadden we natuurlijk wel de financiering vanuit de kwekers zeg maar, geregeld. Maar we hadden om het project dan rond te krijgen toch ook nog wel financiering van een aantal bedrijven nodig. Toen we begonnen, dus met Lely erbij, hadden we denk ik een stuk of 8, Barry, denk ik, zoiets. 8, 9 bedrijven die daar wel aan mee wilden doen. Maar er zaten een aantal specifiek bedrijven bij die zich alleen op Lely richten. En er was alleen maar een Hyacinthe-project over, dus die haakte af. En een aantal andere bedrijven die ook de Lely's commercieel interessanter vonden. En zeker in combinatie met de Hyacinthe. Maar ja, toen Lely eraf viel, werd het voor hun toch dusdanig minder interessant dat die ook zijn afgehaakt. Dus dat is ongeveer een week geleden hebben we helaas moeten constateren dat we... Dus 1 april was de deadline om het allemaal in te dienen bij de topsector. Dus we hebben, ik geloof 2 dagen van tevoren, hebben geconcludeerd dat we dat gat wat zeg maar ontstaan was niet meer te dichten was. En ja, toen is dus de trein ontspoord. Dan wat dan nu? Dus, nou, ik heb al met een paar mensen gesproken, met Arjen onder andere en met Piet. En ook wel een aantal van de bedrijven. Wij denken, maar goed, daar is ook deze bijeenkomst denk ik een goede aftrap voor. Dat als er nog steeds voldoende interesse is om met dit project door te gaan, om daar dan toch weer een nieuw projectvoorstel van te maken.
Dan kunnen we gaan kijken of we dat weer combineren met een andere bol. Volgens mij gaf Barry net ook aan dat we op dit moment ook vergelijkbare projecten hebben in Tulp, Calla en Narcis en Amaryllis. Dus dat zou weer een combinatie kunnen zijn. Weer misschien met het risico dat als een andere productgroep nee zegt, dat we tegen eenzelfde probleem aanlopen. Dus misschien is het ook wel zo verstandig om te kijken of we alleen wat voor hyacint kunnen maken. We weten in ieder geval dat de topsector het een interessante richting vindt. Hè, want die hebben het eigenlijk gewoon goedgekeurd vorig jaar. En ook toen we terugkwamen hebben ze nog steeds aangegeven het interessant te vinden. Dus het is nu vooral, denk ik, aan het vak, het hyacintenvak, om te zeggen van nou, wij vinden het belangrijk om hiermee door te gaan. Dan denk ik dat het verstandig is om snel, en volgens mij hebben wij daar al een soort van principeafspraak over gemaakt, in gesprek te gaan met de kwekers van, nou ja, wat voor aspecten moeten we dan verder gaan? Zijn dat precies dezelfde als een jaar geleden? Dat zou misschien een beetje gek zijn, omdat we ook weer een jaar verder zijn met een aantal onderzoeksvoorstellen. Dus wij gaan heel graag met jullie in gesprek om te kijken of we daar een nieuwe poging kunnen gaan doen. Ik denk een goede samenvatting. Ik had gehoopt dat je positieve nieuws had gebracht, maar dit is denk ik eventjes wat het is.